En hier zie je een heel mooi whiteboard, waar ik heel blij mee ben natuurlijk. Raad ik iedereen aan om gebruik te maken van een whiteboard. En als het een beetje kan, maken een whiteboard muur, zodat je lekker creatief kunt kalken. Heb ik hier ook gedaan, zie je ook wel. Ik denk niet dat je het kunt lezen, dat hoeft op zich ook niet. Terug naar dropshipping. Je ziet hier het blad Jazeker en het raadje al, dat is van de hypotheken. Dat is een hele goede marketingcampagne trouwens ook, maar dat even terzijde. Een van onze stagiaires, ik ga het hebben over twee van onze stagiaires, maar een van onze stagiaires, Jan Henk, dat is een programmeur, die het onlangs heeft een huis gekocht. Dus dan, als je een huis koopt, dan moet je dus ook een hypotheek hebben. Dus hij kreeg het blad, Jazeker, kreeg hij thuis en nogmaals, die is van de hypotheken. Om het toch even over dropshipping te houden, een andere stagiaire van ons, die heeft tijdens de beginperiode van zijn stage, heeft hij een project opgezet, nog meerdere projecten. En één daarvan is ecodim.nl. En dat is een website, en dat is de meest lelijke, verschrikkelijke website die je ooit hebt gezien. En het is ook niet iets waar ik trots op ben, maar ik vind het wel grappig om te vermelden. Ecodim.nl is een website waarop je een spaarlampdimmer kunt kopen. En die spaarlampdimmer die hebben wij dus zelf niet op voorraad. Die heeft een leverancier heeft die op voorraad. Maar het liep niet echt en nou ja, de marges waren niet enorm. Ik geloof een tientje of zo per spaarlampdimmer die we verkopen. En dus eigenlijk hadden we het een beetje verwaarloosd. Hij heeft dus ooit een website gemaakt en nooit meer wat aan gedaan. En nogmaals, qua marketing, qua alles is die website echt verschrikkelijk. Maar we hebben er gewoon nooit aan gedaan. Nou, dat even zeiden. Jan Henk, onze stagiaire, die programmeur, die had dus een huis gekocht en die kreeg dit blad, de hypotheker dus. En het is wel grappig, want zijn vader, die bladerde door het blad heen en toen kwam hij op bladzijde 10 en toen had hij het over de spaarlampdimmer. En toen dacht Jan Henk van, hé, dat is grappig, wij hebben ook een spaarlampdimmer die we verkopen en dat komt wel bekend voor. Dus Jan Henk die ging dit stukje even lezen. En toen zag je dus ecodim.nl. Prijs er mooi bij, kleine omschrijving. Nee, ik wist dus voor niks, maar we kregen wel bestellingen binnen. En het is dus puur toeval dat we erachter zijn gekomen dat in het blad van de hypotheker dat er een artikel is verschenen over ecodim.nl. En dit is dus een product dat wij dus verkopen voor een leverancier. Dus elke keer als wij een betaling binnenkrijgen, dan sturen wij die door naar een leverancier. En hij verzendt het en wij pakken een stukje marge en de rest van het bedrag betalen wij dus aan de leverancier. Maar dat vonden we wel grappig om even te laten zien dat we in een tijdschrift zijn gekomen. We zijn al vaker in een tijdschrift gekomen, ook voor andere producten en andere websites. Zonder dat we er dus zelf wat van af wisten. Maar in dit geval, zeg maar, het is wel een blad dat volgens mij heel veel wordt uitgegeven. Of naar een hele hoop mensen toe wordt gestuurd. Voor mij is het ook gewoon gratis. Kwartaalblad. En het is puur toeval. We hebben ook niet een artikel ingezonden, wat dan ook. En dat zouden we ook niet durven met die website. Als je zelf wil kijken, ziet het echt dat het een hele lelijke website is. Maar we maken verkopen en het is wel grappig. Dus sommige producten kun je verkopen waarvan je dus echt niet had verwacht dat ze zouden verkopen. En dingen als dit, dat je wordt vermeld in een blad of dat je bijvoorbeeld op tv komt. Dat is allemaal mogelijk, ook al zijn het niet je eigen producten. En dat is natuurlijk heel grappig.